zijn hier vanavond bij het Indoor Sportcentrum Eindhoven. Hierachter gebeurt het allemaal vanavond. Infusion, Ring Fight Promotions, harde partijen, een aantal KO's. En natuurlijk nemen wij als enige jullie mee achter de schermen. Ga met ons mee. Let's go. Ga hem zoeken. Gelukkig, ik ben gelukkig. Alhamdulillah. Galik heeft het goed geprobeerd, heeft zijn best gedaan. Maar de duidelijke en terechte winnaar was Mootje Boutassa. Dus, wat ik nu kan aan meegeven, is kom voor die belt, broer. Broer, ik kost geld. Je ziet op corona waar je sensatie moet je betalen of niet. Wat is er? Wat is er? Hoe kom je daarbij? Je maakt dope video's en laat je mannen wachten. Niet uitzenden dat, hè? Ik heb me aan mijn belofte gehouden. Ik kreeg al hele snelle down. En als je na 8 tellen niet opstaat, ja, dan is het eindpartij. Nidal, welkom op Bali, broeder. Doe je best, neef. Hoog, alhamdulillah, alhamdulillah, ten alle tijden. Hé, hij weet het goed, broeder. Maar wat denk je dat zijn sterke punten zijn? Ja, dat, ja, alles. Alles? Ja. Er zijn zoveel knockouts, ik heb meer dan 100 partijen. Ik denk dat er 60 van zijn gaan slapen. Dus je moet me even helpen. De man met de gouden hart, Noordin. Hoe voelt het om terug te zijn? Maar je moet zeggen wie ze moeten volgen. Fight Press. Fight Press neemt jullie mee behind the scenes. Volg fightpress.nl. Zijn we weer, man. We zijn in de kleedkamer. Lekker hoor. Genoeg mensen. Gezellige sfeer. We zijn hier zo met Chris Baia. What's up, man? Wie kom je supporten? Ik kom Bustati supporten, Bali supporten. Mijn andere teamgenoot Jimmy kan ik ook supporten, maar die heeft al gevochten, gelijk gevochten. Maar ja, man. En verder kom ik gewoon genieten van de avond, man. Ik snap niet, man. Elke keer als je me ziet, dan heb je altijd rare dingen tegen me te zeggen. Wat is aan de hand? Wat is er? Wat is er? Hoe kom je daarbij? Je bent me altijd aan het aanpakken dat ik dingen moet droppen online en zo. Ja, wat is, man, dat? Je maakt dope video's en dan laat je mannen wachten. Je zou het... Hoeveel dagen geleden zou je het droppen? Vorige week woensdag. Vorige week woensdag zou je het droppen. Het is nu zaterdag. Weet je, het is gewoon een plan. Ik wist dat het niet zou komen. Voor de echte fightfans is het vervelend. Als je het toch... Maar je moet zeggen wie ze moeten volgen, toch? Fight Press. Ai, kijk, luister, we gaan die video soontime droppen. Soontime. Ik kan nog niet zeggen wanneer, maar ook Chris Baia wacht erop. Dus niet jullie alleen. Maar geloof me, volg, abonneer. Nu gaan we naar onze homie, Lont. Ik hoor goede dingen over jou. Je hebt laatst een aantal mannen laten slapen. Dat is weer een begin. Dat is weer een begin, man. We gaan het zien. We zien het wel. En waar gaan we naartoe? Gaan we Nederland blijven? Gaan we overseas? Wat gaan we doen? We gaan maar wat te halen valt, man. We gaan maar wat te halen valt. Je weet, we douwen altijd, hè? We willen altijd weten wat zelf... Maar ja, ik weet het zelf ook nog niet. Ik ga in ieder geval maar wat te halen valt. Dat is mijn mindset, weet je. En wat wil je halen dan, als ik vragen mag? Wat ik wil halen? Mijn voldoening en mijn spektakel. Ja. Oef. Netjes, hè? Zonder namen te noemen of iets, of organisatie of wat dan ook. Voldoening en mijn spektakel. Vroeger heb je ook eens tegen Rico Verhoeven gevochten. Kan je daar wat over vertellen? Over onze grote vriend? Nou, ik vocht tegen Rico Verhoeven, was mijn eerste A-partij. Dat is mijn 9e kickboxpartij. En er stond een ranking op internet: 85% Rico en 15% Lont. En er stond reacties onder van ja. We moeten het niet te gek maken, hè? Die Lont tegen Rico is een leuk vechtertje, maar dat gaat wel wat te ver. En toen vocht tegen Rico. In de eerste ronde ging het eigenlijk gewoon goed. Stond voor de punten en midden tweede ronde liep ik op een stoot. Toen dacht ik, maar wacht eventjes. Deze jongen kan helemaal niet met mij vechten. Gewoon matten, oorlog voeren. Dus gameplan was over en we gingen gewoon matten. En die partij trok naar me toe en die had ik gewonnen. Maar dat is iets van 10 jaar geleden of zo, dus voor mij telt het niet echt meer mee. Hoe is het, man? Je ziet er topfit uit. Je was boos in die filmpjes. Ik zag je. Ik heb je in de gaten gehouden. Wat gaat het vandaag worden? We gaan je hierna ook nog interviewen, hè? Waarschijnlijk samen met je tegenstander. Dus ik vraag me af hoe jij dan gaat antwoorden. Hoe ik ga antwoorden?
Of hij kan antwoorden, dat is de vraag. Je ziet het, hè? Zelfvertrouwen is hoog, dus ik denk dat het wel wat gaat beloven vandaag. Voel je goed? Ik voel me 100% fit. We gaan ervoor. Ik sprak je voor die wedstrijd, sprak ik je al in de kleedkamer. Je ging winnen. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij heeft gewoon eerlijk gewonnen. Het begon met die hoge trap. Ik kon al weinig zien, zeg maar, met één oog. En daarna kreeg ik een lichaamstrap. En ik kon niet op tijd bijkomen, zeg maar. Ik denk dat dit ook wel hooguit de slechtste partij van mijn carrière is, ja. Ja, het was een beetje spanning daarvoor. Zij kiezen een hele sportieve man. Dus ik nam hem heel serieus, heel goed voorbereid. En ja, ik heb mijn ding gedaan, ik heb gewonnen. En na de partij is het gewoon respect naar elkaar toe. En waardering dat hij met mij de ring in wou staan. Het is een sport, toch? Ja, en hij heeft gewoon eerlijk gewonnen. Hij heeft gewoon zijn best gedaan. En ik zat er gewoon niet lekker bij. Dus alle respect naar Ervet. Nick, ja, ja. Wat een partij. Ja, klopt. Eerste ronde ging een beetje stroef, maar... Ja, ik was een beetje in dromenland. Ging niet echt lekker naar mijn zin. Tweede ronde kwam ik goed terug. En ja, derde ronde ook. Ja, dus partij gewoon gewonnen op punten. Eerste ronde liep je een beetje tegen zijn knieën op. Ja, klopt. Voelde ik een paar keer goed doorkomen. Dus ze hebben gedaan waar ze op getraind hebben, is goed. Dus complimenten naar hun. Goeie jongen, ik heb een keer van verloren. In de C-klasse. Okay. En daar heb ik nou recht gezet, gelukkig. Gelijk, man. Gelijk? Wat heb je gedaan? Stel jezelf eerst voor. Ik ben Murad Robio, 19 jaar. Ik kom uit voor SB Gym. Ik kom uit Utrecht. En ik heb net een partij gewonnen, verloren bedoel ik. En het is de rematch tegen Nick Rechter. Eerste keer had ik gewonnen en nu verloren, man. Jullie kunnen door, hoor, heren. Zeker. Heel veel succes. Hoi. Hoi. Hier hebben we natuurlijk niemand minder dan de Black Ghost. Wat gebeurt? Wat is er gebeurd? Wat? Ik heb gelijk gedaan, toch? In de vorige video heb ik tegen jullie gezegd van ik ga een stempel zetten hier in Nederland. Gaat nog gebeuren. Vandaag gewoon een slechte dag. Ik heb toch wel gestreden, want ik was aan het verliezen. Maar ik dacht in mijn hoofd van nee, je mag niet verliezen vandaag. Mag niet. Dus ja, toch uiteindelijk onbeslist. En ja, misschien inshallah volgende keer gewoon voor de winst gaan, man. Ik zweer het. Mijn hoofd is heet nu, ik zweer het. En doe je best, neef! Succes, man! Test, 1, 2, 3. Hey. Test. Ilias, wanneer moet je, man? Wanneer moet je? 29... Volg feitpers.nl, bang. Oh, wacht, voordat we verder gaan, hebben we niemand minder dan Baitar hier zo. Maar wacht, wat is je Insta? Wat is je Insta voor al die dames en zo, toch? Ja, toch voor de dames. Je weet toch, mijn Insta is TheBlackGhost224. Volg me. Insta. Murad R.O. Wie denk jij dat er bent, Ivo? Ja, ik denk het, maar die andere is veel beter, hè. Hij is veel beter bezig. Ja, ja, toch wel. Maar ik hoop niet Mohammed. Chalouki, wie support jij dan? Murad of Mohammed? Chalouki heeft maar één ding te zeggen. Hier, dit is Mohammed natuurlijk. Bro, ben je gek? Het gaat normaal. Maar Rata is wel. Wij willen titelpartij tegen Simone. Moet hij niet zeggen, ze weten. Voilà. Ik heb gehoord omdat hij niet als hoofdpartij mocht. Klopt of niet? Ik weet niet, dat is wat de geruchten zijn. De positie in de matchmaking. Bro, heavyweight, wereldkampioen. 6 uur vechten. Bro, kan niet, bro. 7 uur, wauw. Bro, dat kan niet. Voorlaatste zou al erg zijn. Normaal laatst. Maar zeg maar, heb je gezien ook zeg maar wat, zeg maar als je kijkt op die lijst en zo, hè? Ja. Heb je ook die mail gehad? Dan zie je zeg maar even. Maar klopt dat die reden? Wacht. Ga je dat zien? Aansteken. Kijk. Wat staat hier? Je hebt hier zo Infusion. Kijk goed. 95. Infusion 96. En Fusion 97. Er zijn zogezegd 3 galas op 1 dag. Goed zo. Maar snap je wat ik bedoel? Ik snap wat jij bedoelt. Dus dat betekent dat aan het einde van elke 95 willen ze dus eigenlijk een hoofdpartij. Oké, bro, wat vind jij? Is dat een hoofdpartij dan? Ik persoonlijk. Ah, ik persoonlijk. Wie ontbreekt er op die matchmaking vandaag?
Broer, als je kijkt naar... Voilà, dankjewel. Dankjewel. Ik kost geld, broer. Ben je geen titelpartij van broer, ik kost geld. Verdiende hij geen titelpartij? Broer, wil je sensatie moet je betalen of niet, broer? Ik heb gehoord dat jij veel geld vraagt tegenwoordig, neef. Dat is niet waar, man. Hoeveel geld gaat broer, ik vraag met de kwart. Dat is aan richt. Weet je, ik hoor tegenwoordig dat je Belgische frank vraagt en zo. Geen euro's, je wil Belgische franks. Broer, het is een heel eerlijke prijs. Voor een rematch toch, vind ik. Niet broer. Als ik gewonnen heb, dus snap je, ik moet gemotiveerd zijn om te trainen, om mezelf kapot te maken elke dag. Broer, van iemand die al op mijn palmarès staat met te winnen. Als ik dat mij niet kan motiveren, moet er een beetje interesse zijn of niet broer? Helemaal mee eens. Ik ben ook altijd van het moet het waard zijn. Snap je? Dus daar kan ik niet over beslissen. Maar uiteindelijk hebben we je wel gemist vandaag. Tuurlijk, bro. Geen probleem. Jullie gaan nog genoeg van mij zien. Maar zojuist hadden we het. Maar zojuist zei je. Tegen wie? Broer, hij heeft vanaf wie die heeft. Maar wie heeft hem nu dan? Nu heeft Semler, maar hij heeft nog 3 partijen staan. Dus ik weet niet of hij het nog gaat hebben. Maar als hij hem nog heeft, wil ik met alle plezier eventjes hem komen wegnemen van hem. Top talent, stel jezelf voor man. Ik ben Salah Hito, ik ben 17 jaar oud. Thai-boxer van beroep. En een echte killer man, als jullie hem niet kennen gaan ik volgen man. Mooie partij moet ik zeggen. Dankjewel. Ik zeg Just for Hunnit, Team Koister. Ja. Yeah. Je eerste ronde ging een beetje stroef. Ja, gewoon. Ik doe altijd de eerste ronde gewoon een beetje voelen, kijken hoe hij reageert. En tweede ronde oppakken en derde ronde proberen af te maken, dan niet op punten proberen te winnen. Vandaag heb je het niet overgelaten naar de derde ronde. Ja. In de tweede ronde had je volgens mij een hoek gegeven. Ja. En het was gelijk klaar. Ja. Hoe heb je je voorbereid erop? Ja, gewoon harde voorbereiding. In december vocht ik in Abu Dhabi voor Infusion. En daarna gelijk weer opgepakt. Omdat ik wist dat ik hier zou vechten. Dus 3 maanden lang getraind. En dit is het resultaat. De champ. Wanneer ga je jezelf weer eventjes... Want je bent nu aan het lachen, grijnzen. Wanneer gaan we zelf wat doen? Zo, dat is een hele goede vraag. Ja, nee, we hebben je gemist. Ja, nee, zeker. Nee, de doelstelling is om wel weer fit te worden. En dan kijken wie er op mijn pad komt. Aan het team ligt het in ieder geval. We hebben een leuk team, goede sportschool, AREJ trainingen. Dus we doen er alles aan en je ziet het, we maken kampioenen. Wie is deze mooie jongen? Wie ik ben. Wie ben jij? Michael, ik ben Michael. Thaibombo APA. Wat doe jij hier? Ik kom mijn boys supporten. Mohamed Bali die moet vechten en Ibrahim Boustati, teamgenoten. Lekker man, ik hoor dat jullie altijd hard aan toe gaan op die dinsdagen. Ja, zeker. Sparren gaat hard aan toe. Dus ja. We hopen jou ook binnenkort op zulke galas te zien, toch? Goed. Ieder zijn tijd. Mijn tijd komt ook nog. Dus ja. Bali, we sturen je naar Bali. Huh? Wat gaat gebeuren? Ik weet het niet. Ik denk een zware kou, man. Een hele zware, denk ik, man. Hé, hey, vertel, wie hebben we hier? Je hebt hier Ismail Ben Ali voor je. Uitkomend voor Moussi Jamen Sokhoji. Ik vecht straks tegen Marcel van Haar. En wordt een knalpartij. Een knalpartij? Leg uit. Ja, we gaan voor de KO en niks minder. Voor de KO nog wel? Binnen hoeveel rondes? Ik hoop zo snel mogelijk, maar wat denk je? Nou, dat ligt eraan hoe hard hij slaat. Dus, We zijn hier met niemand minder dan? Marcel Verhaar. Ben je er klaar voor? Dus. Ben je er klaar voor? Ja. Helemaal top. Heb je... Hoe heb je je... Ja, ik kan niet... Ja, hoe? Gewoon. Voorbereiden. Ben je voorbereid op 3 rondes of 1? Ja. 2? Scherp voor 10. Scherp voor 10. Zag je 30 november? Doe je best, G. Hoe is het, man? Nee, blijf liggen, man. Ontspannen, man. Blijf liggen. Wat gaan we doen? Op die vandaag? Ja. Cheerleader spelen. Wat? Cheerleader spelen. Oeh. Die boys toch? Aanmoedigen. Hoe denk je dat het zal aflopen? Denk je dat allebei denk je dat ze allebei de winst zullen behalen vandaag? Bali, KO, Ibi ook. 100. Dan gaan we naar niemand minder dan de enige echte. De manager. Hang.
Wanneer je geld wil verdienen, moet je naar deze gym komen, man. Niet uitzenden dat, hè. Niet uitzenden. Hoe is het, Mike? Je hebt weer een aantal vechters in je stal lopen en ze zijn allemaal, allemaal heavy hitters, man. Ik kan weer een baya verdienen, hè? Dat zie je. Hè? Mm. Nee, joh. Mm. Nee, joh. Nee, we doen het lekker toch? We hebben een paar leuke jongens, leuke groep. Dus ja. We mogen niet klagen, man. Je bent begonnen met een visie een aantal jaren geleden. Zie je dat die visie steeds meer vorm gaat nemen? Ja, absoluut. Weet je, zolang je duidelijkheid biedt, structuur biedt, weten waar je naartoe wilt, dan komt het allemaal goed, man. Weet je, maar die visie is gewoon belangrijk en niet van afwijden. That's it. Oké, dan heren, stel jezelf even voor de mensen die jullie niet kennen, wat ik niet kan begrijpen, maar... Ik ben Zakaria Tiarti. Ik ben Tarek Liashat. Ik ben Otti. En wij zijn Fight Press. We zijn weer aanwezig. 4 rondes. Wat vond je van die laatste ronde? Ik ga je eerlijk zeggen, over mezelf. Ik vond me vandaag wat wel minder in het spel komen. Omdat ik niet op mijn spel ging. Ik lette steeds te scherp naar mijn tegenstander. Maar ja, we leren van elke wedstrijd toch. Dus je weet toch, we bereiden ons voor de top. We stoppen niet. Ready voor de volgende. En wat ik nu kan meegeven, is kom voor die belt, broer. 63 kilo. Laat me alleen in ritme komen, broer. Wil ik ook een kans krijgen, die iedereen hoort te krijgen, wil ik hem ook voor mezelf. En wanneer zien we jou weer terug in de ring? Ik ben super benieuwd. Ik ben super benieuwd, man. Wanneer gaan we jou weer zien? Ik zeg eerlijk, in Nederland heb ik nog niks staan. Maar in juni heb ik wat staan met vele grote andere namen, maar dan wel in de Muay Thai wereld. Mooi. Ik mag 2 namen verklappen. Youssef Boghanem vecht. Ik vecht. Waarschijnlijk zie je Sunshine. Dit is in het buitenland. Laten we daarop houden. Ja. Maar het is wel in de Arabische regio. Ja, man. Je stijl vond ik altijd heel echt mooi, man. Mooie stijl. Thanks. Maar ik weet van jou dat je ook een beetje trapper bent. Knieën, stoten, alles. Ja, zeker. We houden van het complete spelletje. Oké, we gaan even snel Issy zoeken. Blijf ons volgen. Let's go. Issy, je hebt 2 mensen die je graag willen zien. Dames, kom maar even zitten hoor. Kunnen jullie zien hoe... Dan kunnen jullie zien hoe is hij. Kunnen jullie zien? Stel jezelf even voor. Ja, ik ben Chelsea dos Santos. Santos. En wat vind je eigenlijk van Issy? Hoe vind je dat hij vecht? Goed. Ja. Ja. Wat denk je dat zijn sterke punten zijn? Alles. Ja, dat. Ja, alles. Alles? Ja. Echt een goede, rechte, harde stoot. Heb je wel eens een keer zijn KO gezien? Heeft hij wel eens een keer iemand KO geslagen? Dat weet ik niet. Ik wel, ik heb het gezien en het was echt te gek. En wat vind jij ervan? Waarom hou je van zo van kickboksen? Waarom houden jullie eigenlijk zo van kickboksen? Wie wil antwoorden? Ja, hoe moet je dat zetten? Ja, het is een leuke sport en je kan jezelf verdedigen. Ja. Kan je jezelf ook verdedigen? Ja. Ja? Ben je er goed in? Ja. Echt? Ja. En hoe weet je dat? Hoezo? Ik zat zelf ook op kickbox, maar nu niet meer. En ja, het ging wel goed met de partijen, dus. Wat zijn jouw sterke punten? Ja, en trappen. Oké, links of rechts? Links. Links, oké. Wat zijn jouw sterke punten? Rechter low kick. Rechter low kick. Ja, daar heb ik 2 keer mee gewonnen. Wow, dat is wel heel erg sterk. Issy gaat vandaag ook vechten. Issy, hoe voel je je vandaag? Ik voel me goed, man. Ik voel me goed, ik voel me lekker. Gefocust. Dus moet goed komen. Heerlijk. Hoe vind je het nou dat deze 2 dames echt naar je opkijken en gewoon echt vinden van... Hey, Issy, doe je best.
Ze komen je echt supporten, want ze zeiden, wie wil je zien? En ze zeiden, Izzy, Izzy. Ja, mooi om te horen toch, dat kleine meisjes, kleine jongens opkijken naar je. Dat is de toekomst. Dat is mooi om te zien, toch? Gaan jullie weer mee met mij, dames? Oké, okay, top. Volg op Instagram toch? Ons volg toch op Insta? Ons volg op Insta toch? Hoe? Fightpress. Fightpress. Zo schrijf je het. En wat vinden jullie nou van dit grote gala? Vinden jullie het leuk om dit te zien? Vinden jullie het leuk om hier te lopen? Ja. Alle twee. Ja, alle twee wel, ja. We gaan ook, gaan we achter de schermen, gaan jullie, we gaan proberen jullie met mij mee te krijgen. Waar is Ibo? Komt je mee? Ja. Ze hebben die prijsvraag gewonnen, weet je. Iep, ze willen even een fotootje met je man. Tuurlijk. Zijn goed bezig, man, dames. Hoes. Mag ik even die bicep even... Bro, hij is er. Hij is aanwezig. Hoe ben je op die naam gekomen? Je ziet toch Mo? Mo en bicep. Dat is Mo bicep, brada. Laat hem even, laat hem even. Ja, voelen of... Jan is groter. Nee. Sowieso, jawel niet. Maar je bent veel droger. Maar, dat... maar weet je hoe dat komt? Dat komt door... MB. Van MB? Dat is je mama. MB! Dat is pas handel. Oh. Oh, papa. Nee, nee, hij is er wel niet. Droog, droog, papa. Voor wie kom je vandaag? Ja, ik kom eigenlijk voor iedereen, man. Weet je toch? Het zijn allemaal broeders, ik ken ze bijna allemaal. Maar het zijn allemaal topvechters. Ik gun het ze allemaal, man. Je bent echt goed bezig. Echt. Ik volg een aantal mensen. Maar ik vind dat jij super goed bezig bent. En het mag gezegd worden. Yeah. Dus ik hoop dat meerdere mensen dit gaan doen. Want je kan meerdere manieren geld verdienen. Klopt. Dat is mijn hoofdding wat ik aan de mensen wil meegeven. Begrijp je? Wees gewoon goed voor elkaar. En als je elkaar kan helpen, moet je elkaar zeer zeker helpen. Mijn motto is ook altijd, wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En weet je eens, die jongeren denken allemaal dat je het allemaal, je weet toch, geld verdienen, snel, zien via social media. Je weet, dus denken, oh, ik moet drugs verkopen om een leuke auto te rijden, begrijp je? Maar dat is absoluut niet waar, beste kijkers, onthoud dat goed. Mo bicep, papa. Hé, hey, wat je doet met je zoontje vind ik ook super tof. Jawel, ik probeer die vaders ook mee te geven van, kinderen maken, kijk, bijna iedere man kan kinderen maken. Bijna iedere man kan vader worden, maar vader zijn is een ander verhaal, bro. Je weet toch, je moet met je kinderen moet je zijn, je moet ze tijd geven. En niet alleen maar, je weet toch, je hebt een kindje en dan heel dag denken aan geld. Nee, bro, je moet ervoor staan, man. Je kinderen, je weet toch, tijd gaat veel te snel, man. Om alleen aan geld te denken. En uiteindelijk, kijk nou terug naar mijn zoontje, hij is al 3,5. Dus al 3,5 jaar, je weet toch, de tijd gaat veel te snel, man, broeder. Ten alle tijden? Hoe, broeder, je weet toch? Broer. Ik moet gewoon altijd eerlijk zijn. Als mensen gekke dingen doen, zeg ik ze. Ja, sowieso. Vinden ze niet leuk. Ja. Maar later. Maar ja. Ik moet het eerlijk zeggen. Blijf zo doorgaan. Thanks, man. Broer. Dank je wel. Blijf zo doorgaan. Dank je wel. Kijk, dit is weer motivatie. Man, hey, man, let's go, man. Thanks voor je motivatie, man. Lieve, man. Thanks, man. Maar ik meen het serieus. Mo bicep, ja. We hebben natuurlijk niet zoveel volgers, maar als je ons volgt, volg hem. We gaan hem sowieso reposten deze. Jullie volgers gaan hem ook naar deze aflevering. Fightpress, let's go, man. Bang, wow. Bang. Hij heeft de eerste wedstrijd gewonnen, dat is de weegschaal. Nu moet hij nog gewoon zijn. We zijn hier met niemand minder dan Yassin Baita. Yassin, hoe voel je je? Ik voel me jammer genoeg niet zo blij zoals ik zou moeten zijn, maar ja, het is niet zo. Ik heb mijn wedstrijd verloren, omdat ik niet snel in gang schieten. Ja, ik heb ook onterecht 8-tellen gekregen, omdat ik door mijn enkel ging. Ik stond echt direct terug recht. Dus ik had niks en de scheidsrechter begon ineens te tellen. In plaats van dat hij ging naar de jury en zeggen van hebben jullie gezien wat er was, begon hij ineens te tellen. Ik dacht misschien een hersteltellen of zo. Maar het is gewoon echt 8 tellen. Ik slag hem aan in de tweede ronde. Hij valt op de grond. Ik geef hem een linkse hoek. Hij valt.
Hij krijgt geen eigen acht tellen. Ik vind het spijtig. Dat het schets niet, niet goed, dat goed heeft, heeft opgepakt. Ja, ja, en ja, de derde ronde gingen wij volop gas. Nee, maar ja, hij heeft precies aan het langste eind getrokken. Hè. Dus ja, spijtig. Ik vond gewoon op de minst dat ze hem acht tellen moesten geven. Maar ja, hij heeft dat niet gekregen. Vond je het een waardige tegenstander? Ik vond het. Ik vond zelfs dat ik beter kon. Want elke hoek dat ik hem gaf, dat voelde hij. Dus ja, waardig, maar waardig kon hij wel zeker zijn. Maar ik vond dat ik nog beter kon als hem. Hoe nu verder? Gewoon eventjes op mijn tanden bijten. Eventjes alles laten rusten. En direct terug de sportschool in. Klaar. We wensen je heel veel succes en heel veel beterschap ook met je enkel. Thanks. En ik vond het wel, je hebt wel laten zien dat je een strijder bent. Want ja, hoeveel mensen gaan wel niet door een enkel en stoppen. En weet je, dus. Of hoeveel mensen nemen in ieder geval een partij op. Dus 3 à 4 weken. Ik heb me niet echt 100% kunnen voorbereiden, want bij mij is het minimum 7 à 8 weken. Dan sta ik 100% scherp. Kijk gewoon, zoals in Antwerpen, stond ik echt scherp. Daar heb ik me echt letterlijk 8 weken of langer op voorbereid. Geen probleem, dit zijn weer wijze lessen. Dit zijn bepaalde kansen die soms komen en gaan. En ja, wie weet de volgende keer. Wie weet de volgende keer. Want misschien soms, juist met die invalpartijen, heb je soms ook weer kans op hele mooie dingen, weet je. Dus dat hoort erbij. Helaas. Maar ja, ik zorg er wel voor dat er weer een rematch komt. En geloof mij, ik ga klaar. Ik ga klaarstaan. Zeker. Dus je hoort het, Nordin. Hij is wel naar je op zoek, man. Dankjewel. Volg fightpress.nl. Dankjewel voor je tijd. Ik ben hier met niemand minder dan Errol Zimmerman. Als ik aan Errol Zimmerman denk, dan denk ik aan... Chaos, broer. Chaos, broer. Je weet het. Ik kan me nog 1 KO herinneren. En toen hoor je ook sta. Welke KO denk je dat... Waar aan ik dan denk? Wat hoorde je? Miauw. Was het een koningin? Rico, denk ik. Of Zinedine Hamelin. Broer, er zijn zoveel knockouts. Ik heb meer dan 100 partijen. Ik denk dat er 60 van zijn gaan slapen. Dus je moet me even helpen. Die tegen Badr. Oh, Badr, ja, die was lekker. Die was lekker. Ik had nooit verwacht dat hij zou opstaan van die stoot. Maar ja, als iemand het kan, kan Badr het wel. Dat is echt een gevecht. Wat gewoon... in mijn ogen legendarisch was. Denk je dat mensen dat nog herinneren? Zeker. Ik denk dat de mensen het nog weten als de dag van gisteren. Ik ben een van de enigen die Badr echt naar zijn kontje heeft gebracht en dat hij diep moest gaan. Respect voor die man en ja, misschien doen we het ooit een keer over. Stel jezelf even voor. Yusmati, 22 jaar, ik kom uit Gouda. That's it, man. Stel jezelf even voor. Nabil El Ayadi, 19 jaar, kom uit Maassluis. Deze twee jongens hebben zojuist een toppartij neergezet. Het was echt een mooie partij om naar te kijken. Zeker weten. En in een partij hebben we altijd winnaars en verliezers. In dit geval sta ik hier met de winnaar aan mijn linkerzijde. Hoe verliep de partij volgens jou? De pot? Aan het begin eerst vond ik een beetje moeite. Die jongen was sterk in zijn clinch. Hij wilde me ook, ik zag hij wilde loeren op die knie in mijn gezicht. Dus het was gewoon even de kunst om die clinch spel... een beetje mee te spelen. En verder, ja, dat was het enige wat ik moest aanpassen. Maar verder Philippe alles hoe het moest. Ik wilde niet in zijn spel meedoen. Ik wist dat hij wel de poeiers had. Heb ik ook met trainers afgesproken, veel met tips. En gewoon proberen te draaien, wegdraaien. Niet te veel in gevecht komen. Duidelijke taal. Nabil, wat zou je anders hebben gedaan? Hoe je dit nu zo hoort? In de partij, ja. Hoe het is gelopen is natuurlijk niet volgens plan. Maar dat, dat heeft ook te maken met bepaalde trainingen. Ik heb niet op de juiste manier getraind. Ik heb niet aan mijn conditie gewerkt. Ik heb weinig
Ik heb veel dingen gelaten, wat ik eigenlijk hoorde te doen. Het is mijn eigen fout, ik zie dat nu ook in mij. En ja, dit nemen we mee naar onze volgende partij. En ook natuurlijk voeding. Ik ben 11 kilo in een maandje afgevallen. Ik kom van 86 kilo. Had ik ook niet moeten doen. Maar ja, ik zeg dat nemen we mee naar de volgende partij. Maar dat is beter, dat is het leven. Want door dit soort dingen dan leer je weten van hey, volgende keer moet ik een aantal dingen aanpassen. Ik zag die frontkicks, ze waren zeker raak. Ja, dat was de lucht eruit halen, want dat was een beetje de gameplan. En niet met hem in gevecht komen. Gewoon op afstand, hij is net wat korter. En dat was het, man. Ik ben ook wat minder agressief in mijn stoten. Dus ik dacht, ik mag niet op die hoeken vallen, weet je. En later had ik hem wel door zijn, die overhand had ik wel door. En toen kwam ik met die jabs iedere keer. Dus dat spelletje had ik later door. Wat zei je? Ja, het was gewoon een mooie match. We waren heel erg gewaagd. Ik ben wel tevreden over het resultaat. Naar mijn team geluisterd en dat heeft het gedaan, man. Ook hard voor gewerkt, zeker voor de jongen. Dat is niet zomaar iemand. Ja, ik heb serieus. Ook, mijn trainer heeft me ook heel serieus genomen. Die zei, hey, die jongen die moet je echt voor uitkijken. En dat hebben we ook gedaan, man. Niet te makkelijk genomen. Ik vond het zeker een hele mooie partij. Als jij, ik zou kunnen zeggen, welke ronde vond jij jezelf het sterkst? Ja, natuurlijk. Eerste ronde voelde alles beter aan. Gewoon een beetje aftasten. Maar ja, alleen tweede, derde ronde ging helemaal niet meer volgens plan. Ik kreeg een mooie links-rechts als het goed is van hem. Toen had ik een acht tellen, ik werd even aangeslagen. Ik bleef ook even lang daarin zitten. Ik een paar tikken, ik voedde ze. Maar ja, dit is allemaal ook voorbereiding. Ik heb het helemaal verkloot. Chillen. Wat niet hoort. En ja, het is gewoon mijn straf. Zeker weten, dat hoort erbij. Zoals jullie zien, Fight Press. Alleen wij brengen jullie deze informatie. Twee vechters uiteindelijk, ja, ik bedoel. Het hoort erbij, in de ring zijn we vijanden, maar ja, nu zijn we weer buiten de ring, dus nu zijn we weer, maten, neem ik aan. Wat vond je van je wedstrijd? Ik vond het goed gaan. Ik heb betere partijen gevochten, maar ik was ook een beetje ziek, man. Dus daardoor was ik een beetje terughoudend. Maar ik heb de wedstrijd, mij is best wel goed afgesloten. Ook een paar goede klappen gegeven, zijn achterste been goed aangepakt. Ik vind dat ik overtuigd heb gewonnen, man. Nidal, welkom op Bali, broeder. Ja, man. Je moest eruit. Nou, een mooie partij. Wat vond je er zelf van? Ik ben gewoon tevreden met het resultaat. We hebben een gameplan opgesteld. Ik heb mijn gameplan gehouden. Dus daar kan je tevreden zijn. Stel jezelf even voor de mensen die je niet kennen. Ik ben Darren Verdonk. Dit was mijn 11e A-partij. Ik heb er nu 8 gewonnen, 3 verloren, 4 op knockout. Ik heb 3 keer op M-Fusions gestaan. 3 A-partijen, alle 3 gewonnen. Dat is wie ik ben. Jullie gaan er sowieso nog veel van me horen. Ik blijf bezig. Wat is jouw lievelingsvechter? Wie was jouw lievelingsvechter? Mijn lievelingsvechter? Ik denk toch als ik naar explosiviteit en alles moet kijken, Ramon Dekker. Oeh. De stijl staat mij aan. Maar ik ben ook zeker fan van de stijl van Albert Kruis. Ook echt een topper. Ja. Waar zie je jezelf over 3 jaar? Over 3 jaar zie ik me zeker wel aan de top van M-Fusion. Zeker. Ik kom hier aan. Ik kom jullie allemaal halen. Welk gewichtsklasse? Min 68, min 67. En over 3 jaar nog steeds? Of dan iets hoger? Steeds waarschijnlijk. Het ligt eraan welke klasse voor mij... voor mij valt, voor mijn gewicht. En daar gaan we het gewoon allemaal pakken. En natuurlijk ook de trainer, Fight Team Dordrecht. Ja, nog steeds. Wat vond u ervan? Ik vond dat hij een moeizame start had. Eerlijk is eerlijk. Ik vond dat hij iets te zwaar bewoog. Dus we hebben misschien toch iets te veel gedaan. Maar hij trok zich eigenlijk best wel aardig bij. Dus ja, we hebben het goed afgesloten. Wat zou anders kunnen als u specifiek een aantal dingen zou moeten opnoemen? Nou, wat je gewoon eigenlijk ziet, de mensen die Darryl een klein beetje kennen, weten van zijn explosiviteit, weten van zijn power. En vandaag eerlijk, hebben een goede pot neergezet, maar ik weet dat hij veel explosiever is. En dat weten de mensen die hem kennen, kennen dat ook. Maar we hebben het netjes afgerond, want dit hoort er ook bij. Je kan niet altijd je dag hebben. Hey, dit was eigenlijk, ja, hoe raar het ook klinkt, een iets mindere dag. Hey, want hij kan veel beter, door zijn explosiviteit. Maar het was ook een lastige tegenstander, want die jongen is gewoon goed, is hard. Jongen is echt hard. En dat heb je ook gezien. He, die jongen blijft vechten, hij laat zich in de hoek zetten, maar hij blijft meeknokken. Dus ook alle lof voor de tegenstander.
gehouden. Ik heb me aan mijn beloftes gehouden. En zo moet dat. Mooie stevige woorden hier. Ik voel alleen maar positiviteit. Hoe heb je deze partij beleefd? Heerlijk man, naar mijn gevoel heerlijk. Alles klopte, was goed gegaan. Contact met de hoek was goed, alles was goed. Gewoon perfect man, in de kleedkamer was het goed gegaan. Was gewoon perfect man, een goede dag voor mij in ieder geval. Voor hem wat minder, maar voor mij was het goed. Zeker weten, wat dacht je toen je hem die eerste rechtse gaf? Ik dacht, ik moet hem niet afmaken. Ik roeg gewoon bloed, ik dacht ik moet hem afmaken, maar het lukte even niet. Dus een beetje even terugstappen en daarna was het weer afmaken. Want op een gegeven moment zag ik hem ook echt aanzetten. Wat dacht je toen hij ging aanzetten? Wat dacht jij? Niks man, gewoon even een momentje een beetje wachten man. Gewoon een beetje kalm blijven. Niet meegaan met zijn spel. Want hij ging een beetje... Ja, een beetje klein, ja. Op een gegeven moment een beetje vasthouden. Ja, een beetje vasthouden. Is meer zijn stijl, maar niet van mij. Niet van mij daarom man. Een beetje kalm zijn. Een beetje wachten, een momentje wachten en dan weer terugpakken. Had je verwacht dat het zo snel zou zijn? Ja. Ik wou hem zo snel mogelijk neerhalen. Zo snel mogelijk, en het is ook gelukt. Lekker man, ik denk dat dit een goede payback is geweest. Ja, tuurlijk. Het was een rematch plus een titelverdediging. Beter kan niet. Hoe nu verder? Want ik bedoel, je hebt hem... Was het nou een knie? Het was een linkse knie, ja. Het was in een clinchhouding. Hoofd een beetje ondergetrokken en een linkse knie erop. Bam. En waar zat hij op zijn kin, denk ik? Zijn kin, hier. Ja, kijk, ik kom zelf ook uit Den Haag, Ibo ook uit Den Haag, hij weet het, dus toen ik het zag dacht ik, maar je was de betere vandaag, punt uit. Ja, tuurlijk. En je hebt je aan je woord gehouden, was ook een mooie, in de promotie zag je het ook, jullie waren echt heen en weer tegen elkaar. Dus ik als, hoe zal ik het zeggen, derde persoon, vind wel dat jullie gewoon het waar hebben gemaakt om naar te kijken, als ja, voor de toeschouwer. Tuurlijk, zo moet het ook. Als je iets zegt, moet je het ook doen, vind ik dan. En dat is ook mooi voor het publiek en voor jezelf. Een mooie show van maken. Zeker weten. Wat nu? Hoe nu verder? Nu? Ik ben nog steeds de kampioen. Ze mogen me allemaal uitdagen. Ik sta voor iedereen klaar. Wie zijn allemaal in die gewichtsklasse nog actief? Dat jij zegt van oké, die mogen wel een kansje wagen. Ik ga geen namen noemen. Ze mogen mijn naam noemen als ze willen. Maar ik ga geen namen noemen, mogen mij uitdagen. Je bent ready for whatever. Ik ben ready voor iedereen. Stel nou dat Ivo zegt, ik wil een rematch en mensen willen dat doen. Wie weet in de toekomst, we zien verder. We zien het wel. Nou, alles kan. Ik ben benieuwd naar hoe jij verder gaat doen over 2-3 jaar. Waar sta je dan? Sowieso aan de top man. Nog steeds titel in je handen. Nog 100%. Je bent goed bezig, het was echt een mooie partij, het was een harde partij, het was een mooie knokpartij. Je hebt je aan je woord gehouden, beide gingen voor de knockout en ik vond echt een veel ontlading ook toen het was afgelopen. Je was... Ah. Ja zeker, de spanning zat er nog in. Hè. En, ik zei er geen woorden voor man, dat is gewoon goed gegaan, klaar. Je voelt je lekker man. Ja heerlijk man, ik voel me heerlijk. voor de partij voelde ik me heerlijk en nu nog steeds. Dat was een goede dag voor mij. Nu gaan we weer terug naar Venlo. Met de titel. Ja, tuurlijk. En die blijft daar ook voor heel lange tijd. Jullie horen het. Khalid Albakouri, je bent goed bezig man. Het was echt een mooie partij. Ik heb ervan genoten. Zeker weten. Ik wil je feliciteren. Blijf scherp. Want nu juist zullen er heel veel mensen zijn die zeggen... Hey, wij willen dat ding van je afnemen. Dus nu is het de kunst om hem te behouden. Toch? Iedereen mag me uitdagen. Samen in de rij, we zien het verder wel. Ik ga iedereen pakken. Volg feitpress.nl. Wie wil je bedanken? Mijn trainers natuurlijk, Mickey Ben Hazouz, Samir Ben Hazouz, Hazen Samajan, Youssef, mijn broers. Die altijd voor mij komen kijken, mijn tweelingbroer, mijn sparringspartners, sponsors, Nico, DDS Logistics, Kapsalon De Leo, All In Security en mijn familie man. En feitpress natuurlijk. Love man, 100% love man. Dankjewel man, 100. Zojuist heeft de partij plaatsgevonden tussen Ibrahim Elboustati en de champ, Albakouri. Hoe verliep die volgens jou?
Ja, jammer hè, dat het eerste ronde klaar is. Want je wilt toch 3, 4, 5 rondes meemaken. Maar ja, hij kreeg al een hele snelle down. En als je na 8 tellen niet opstaat, ja, dan is het eindpartij. Ja. En is het echt gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ja. Ja, en dan moet je bij 8 gaan opstaan en moet je dan klaarstaan. En hij zat nog bij 8 op zijn knieën en daarna ga je opstaan. Is een beetje te laat, jammer. Volgende keer. Was hij nog wel bij bewustzijn? Oh, op dat moment niet, maar hij kwam later wel heel snel bij. Ja. Okay, want hij had het gevoel, hoe ik hem zo zag doen, dat hij een beetje van waarom zo snel? Zo leek alsof hij dat aan jou vroeg. Ja, nou, hij vroeg ook wel, ik kon wel doorgaan, maar hij had niet door dat ik eigenlijk na 8 nog ging doortellen. Dus dat had hij nog niet door. Maar zijn trainer ging hem wel eens snel erbij halen en dat hebben ze goed gedaan. Ja, jammer. Beterschap voor hem. Dankjewel voor je tijd. Jij bedankt. Mensen kennen me als Taliban gewoon. We kennen je van vroeger. Een tijdje terug. Als je hem niet kent, ga hem even opzoeken. Want hij heeft veel chaos bezorgd voor veel mensen. Veel chaos. Waar ben je? Waar ben je, man? Ik heb je lang niet gezien. Wat gebeurt? What's up? Beetje uit de picture, man. Beetje uit de picture. Met andere dingen bezig. Bedrijfje. Maar ik kom terug. Ik beloof het. En ik ga die jongens echt een pak slaag geven. Zo, stevig geworden. Welk gewicht wil je dat gaan doen? Dat gaan we nog zien, man. We gaan werken gewoon en dan zien we wel, man. 77, 80. Welke gym? 72,5. Ik ben nog bezig met mijn gym. Even kijken, hier en daar. Een beetje praten. Kijken bij wie ik ga trainen. Een beetje af en toe met hem trainen. Met Benasser, met Baya. Shaggy kennen jullie waarschijnlijk. Jordan Piqueur. Ja. Dus een beetje kijken. Lekker, misschien nog met jou een beetje te... Stel jezelf voor de mensen die je niet kent. Hey, trouwens, heel veel mensen die... ik vroeg een paar van die boys even... Wie kom je? Putaza. Hey, wat is gebeurd, man? Ja, wat is gebeurd? Ik heb veel jongens meegenomen, man. Ik heb veel mensen hier in de zaal. Veel mensen ook gewoon buiten, thuis. Die aan het wachten zijn op deze knalpartij. Dus we gaan het zien, man. Vandaag heb je meerdere ja, wedstrijden, boxing influencers. Je hebt Glory. Maar jullie partij doet er niet aan onder. Veel mensen praten erover. Boutassa, El Moukadam. Twee talenten die nu, ja. Jullie gaan nu moeten laten zien wie het hardst is eigenlijk. Klopt. We gaan zeker laten zien wie de beter is. Dat weet ik in mij. In mijn geval wel. Hoe was de weging gisteren? Ja, de weging gisteren ging van mijn kant geen goed. Van de andere, dit zag er niet gezond uit, man. Even serieus. Die man leek... Ik heb dit nog nooit gezien bij mijn tegenstander. Ik zeg je eerlijk, het was gewoon eng. Was gewoon... Ik dacht van, bro, waar ben je mee bezig? Hij heeft al één wedstrijd... Hij heeft getraind om het gewicht te halen. Daar heeft hij voor getraind. Ik heb me meer getraind op hem, op het gevecht zelf, om hem kapot te slaan, om... Dus ja, ja. Moet je laten.
Je hebt zojuist de wedstrijd gezien, wat vond je ervan? Ik vond het een hele dominante wedstrijd voor Mojib Boutassa. Khalid heeft het goed geprobeerd, heeft zijn best gedaan. Maar de duidelijke en terechte winnaar was Mojib Boutassa. We hebben jou zelf ook een tijdje niet gezien. Ja, ik ben 4 maanden in het buitenland geweest, ben op reis geweest. Ik ben helemaal goed op mezelf gekomen. Ik heb de afgelopen 3 wedstrijden gevochten. Met een geblesseerde arm, veel blessures. Wat is geresulteerd in controversiële uitslagen waar ik ook veel heb laten liggen. En het kaas van het brood heb laten eten. Dus ik moet gewoon weer terugkomen en bewijzen dat ik er gewoon nog steeds ben. Ik ben super benieuwd. Super benieuwd naar je terugkeer. En hoe je dat wil gaan doen. Het zal een mooie terugkeer zijn, want ik weet nu waarvoor ik het doe. Ik was het op een gegeven moment een beetje zat geraakt, maar door het reizen ben ik echt gaan inzien dat ik dat dit is gewoon wie ik ben. Ik moet het gewoon doen en ik heb de motivatie en die gretigheid heb ik weer te pakken. En dat zal resulteren in hele mooie prestaties. Ik neem aan nog steeds in de -67 klasse. Ik heb nog wel wat neer te zetten in de 67 kilo klasse. Als ik daar een paar mooie prestaties heb neergezet, dan kan ik het van mezelf afsluiten. Want nu anders heeft het een beetje een open einde. En vanaf daar kunnen we dan doorbouwen. Zeg dat hard op. Je ziet het. Wereldkampioen. Mojib Boutassa. Papa, jouw papa heeft gescheidst. Hij heeft tegen mij gezegd, breek uit elkaar. Rustig aan, broertje. Dat was gezellig. Succes nog. Wat een man. Hey, dit is echt een strijd. Gelukkig hebben we 1 kopen gedaan. Mo, hoe voel je? Hoe voel ik me? Zo. Ik voel me gelukkig. Ik ben gelukkig. Alhamdulillah. Ik ben blij. Ik ben blij dat het uiteindelijk allemaal goed is afgelopen, zoals te horen. Ja, wat ga ik tegen je zeggen, man? Het was een mooie wedstrijd. Wat dacht je toen je die knie... je gaf hem een knie en hij was... Bro, ik werd lang niet zo strak vastgehouden, hoor. Lang. Wat ga ik tegen... Hij hield me wel, hij hield me vast. Ja, toch slim van hem, man. Ja, hij moest wel, hij moet tijd trekken, hij moet ademhalen. Want die knie heeft, je weet toch, die knie is geconnect. Schrikken. Dan ga je even wankelen en bang zijn en... Bro, wat gek, ja. Eerste ronde was een beetje aftasten. Is normaal. Een beetje kijken. Is normaal. Kreeg je te horen van, hey, houd simpel. Eerlijk gezegd, wat was dat, een flap drop? Wat een niveau verschil. Ik vind mezelf, vergeleken met hem, vind ik me... 5-0. Het is 5-0 geworden. Als je aan een voetbalwedstrijd kijkt en het is 5-0, is het toch niet meer leuk om naar te kijken? Ik vond het 4-1. 4-1? Die derde ronde. Kijk of die bril van je... Nee. Die derde ronde... Ja. Had hij een paar keer, kwam hij er soort van doorheen. Okay, Toen hij op het einde van de ronde... Nee, sowieso, kijk. Ja. Op het einde van de ronde, toen was hij ook van... En toen zag je van, hé, vierde ronde ging je weer... Toen ging je weer aanzetten, want je dacht van, hé, ik kan niet in de scheidse... Zeker niet. Ik kan niet opeens in de gevarenzone komen. Okay. Ik heb gewoon laten zien dat ik gewoon overtuigend van deze zeker, man ben. Zeker, en, dat zeker. Wat ik belangrijk vind, is dat je niet... Dat ik dat in de ring laat zien. Ik laat het niet buiten zien. Buiten. Die social media, het is leuk, het is aardig. Maar ik ga niet mijn tegenstander belachelijk maken met foto's. Met daarop een dikke jongen met bijvoorbeeld broodjes. Je ziet. Er zijn mensen in arme landen die geen brood hebben, om het zo maar te noemen. Je weet toch? En dan komt hij mij proberen belachelijk te maken met een foto met, je ziet, 6 of 3 broodjes. En dan zogenaamd, ik kom je halen. Ik ga je verslaan. En dan zeggen ze zogenaamd voor de spiegel foto maken, dit en dat, maar zelf stiekem jaloers zijn dat hij dat niet kan. Want je zag zelf, die man was zo de weging. Op de weging was hij zo, en een paar weken geleden was hij nog. Ik kan het niet laten zien. Hoe nu verder? Je bent nu kampioen, 67. Hoe nu verder? Ik ga gewoon verder met mijn ding doen, man. Dinsdag begin trainen weer. Ik ga lekker rusten, even lekker herstellen en dan weer trainen.
in de 67, in de 70, want Typhoon gaat nu weg, maar je had ook een appeltje, of ja, nou, niet een appeltje, maar gewoon, ik dacht van hij mag ook wel. Kijk, Typhoon zelf, iedereen weet dat het op een gegeven moment zou komen. Dat ja. ik kom stap voor stap, ben ik mijn stap aan het maken en probeer ik... probeer ik de top te bereiken. En hij, als hij de top is, dan komt hij uiteindelijk aan de beurt. Nu gaat hij wel weg, One Championship. Ja. Dus ik wens dat hem daar veel succes. En die, 67. Coach, kom hier man. Coach, kom hier man. Coach, kom hier man. Even. Wat gaat er nu gebeuren? Want heel veel mensen hebben nu gewoon deze overwinning gezien. En nu is de vraag, oké. Talent 67, wereldkampioen. Hoe nu verder? Kijk, voorheen is er heel veel gezegd, heel veel gedaan. Zij zouden gewaagd zijn aan elkaar. Als Mukadem echt de top is van de top en hij is... Snap je, hij zou een gewaagd tegenstander, was dit echt 5-0. Hij heeft hem echt overklas, man. Snap je? Hij heeft hem echt overklas. 5-0, geen 4-1, gewoon 5 rond. Elke ja, ik dacht echt 4-1. Ik was wel. Nee. Ik vond wel. Ja, maar wat wij doen, kijk hier. Wij zijn klaar met de partij, we gaan gelijk naar de jury. Snap je? We willen gelijk analyseren wat er is gebeurd. 5-0, iedereen zegt 5-0. Hebben ze allemaal gezegd 5-0? Misschien moet jij nog een beetje... Hebben we gevraagd? Kijk hier, grappig hè? Heb je gevraagd? Wacht even, dat we eigenlijk discussiëren om 5-0. Snap je wat ik bedoel? 4-1 om 5-0. Snap je wat ik bedoel? Maar heb je gevraagd? Maar begrijp je waar wij zijn? Tuurlijk. Gelijk, 5-0, niveauverschil. Voorheen is er heel veel gepraat, heel veel gezegd. Kijk, Mootje heeft respect voor elke tegenstander. Dat wordt vanuit school gewoon geleerd, snap je? Iedereen die in de ring stapt is gewoon een topsporter. We weten allemaal, ik ben ook een vechter geweest. Ik heb ook heel veel partijen gevochten. En het is niet makkelijk. Iedereen die in de ring stapt is gewoon een winnaar. Snap je? Ja. Is gewoon een strijder, is gewoon een winnaar. Super, je hebt super gevochten, top. Ik wil weer zo'n... Want in aanloop naar deze partij was er heel veel ophef. Je had meerdere partijen vandaag. Je had Glory, je had Boxing Influencers. Maar bijna iedereen had het over deze partij. En het takes two to tango. Je hebt twee personen nodig om iets voor elkaar te zetten. Toch? Ja. Dus nu is de vraag van, hey, gaan we een dubbele belt achterna? Wie weet. Gaan we in de 67 blijven? Dat is wat ik als kickbox liefhebber vraag me dat af. Nee, gaat langzaam ook natuurlijk kijken in min 70 kilo. Tuurlijk. Kijk wie daar allemaal is. Wij weten het allemaal niet. We houden ons alleen maar bezig met 67. Tot nu. Wie zit allemaal in de 70? Ik zeg eerlijk, ik zal het niet weten, man. Ik zeg eerlijk, ik zal het niet weten. Doe gewoon eerlijk. Kijk, Typhoon is weg. Kom hier. Ben Ali is een hele goeie. Hij is heel goed. Zit hij ook in de 70 of 72,5? Ja, Ben Ali. Ik vind hem ook een hele goeie. Ook een hele lieve jongen. Ik wil niemand tekort doen. Wie had je? Typhoon Oskan. Snap je? Baitar is goed. Ja, die is heel goed. Ja? Ja? Dus er zijn alleen maar gewaagde jongens. Gewaagde tegenstanders daar. Ik ben super benieuwd wat het nieuwe jaar... Nieuw jaar is goed begonnen voor je. Ja toch, 2020, mijn jaar. Zag er gelikt uit, zeker weten. Wie zit, wat? Niemand. Hoe bedoel je? Niemand. Dat is van jou, broer. Hij dacht, niemand zit in de 67. De game is uitgespeeld. Ik ben super benieuwd hoe 2020 nog voor jou eruit zal zien. Ik denk dat er velen zullen opstaan om het toch even aan te kloppen. Maar ik denk dat iedereen welkom is. Zeker, we zullen het zien. Ik zie het ook nog. Wat ga je vandaag nog doen? Want jullie waren best wel druk, man, daar met jullie... Met jullie ik weet niet hoeveel man? 100? 200? Hoeveel? Wat was dat nou? Dat was 300 uit Amsterdam. 300 uit Amsterdam? En dan moet je nog kijken denken aan de mensen... Horen jullie dat, promoters? 300 man. Ja, ik zie. Dat hebben al die jongens een... Ik denk dat het zou wel slim zijn om hem in te boeken, man. Nu het nog kan, nee toch? Nu kan het nog, dus... Ja.
Dus laat maar weten wanneer ik kan. We zijn op Cashitos. Dankjewel. Alsjeblieft. En ja man. Ik hoop dat je hebt genoten van die... Ja man, die buikspieren zijn aanwezig man. Bootje! Bootje! Wij zijn met Noordi, man. Wij zijn met Noordi. Ja, ik ben Bile Lukili. Ik ben een Limburgse Marokkaan. Die zijn er niet veel in Nederland, volgens mij. En ja, ik doe mijn ding. Ik probeer te presteren als ik op zo'n mooi gala kan vechten. En ja, dat ben ik. Dat heb je zeker gedaan. Eerste ronde. Erg bewegelijk. Heel veel beweging. Hem veel proberen te laten missen. Eerste ronde naar jezelf toegetrokken. Ja. Eerste ronde naar jezelf toegetrokken. Tweede ronde vond je een beetje... Tweede ronde was... ja, ik gaf een beetje gas terug. Ik liet hem een beetje veel komen. Maar uiteindelijk moest ik mezelf toch weer herpakken. Het midden van de ring houden. Ja, de eerste ronde ging best goed. Dat wou ik de tweede ronde aanhouden. En ja, hij ging zeg maar... hij gaf een beetje gas. Heeft hij goed gedaan. De tweede ronde was, ging wel naar hem toe, zeg maar. Maar hij wist dat hij achter stond op een of andere manier. Dat kreeg hij ook in zijn hoek te horen. Precies. Hij kreeg in zijn hoek te horen van, hé, wat ben je aan het doen? Ja, klopt. Dan gaat hij gas geven. En de derde ronde kreeg ik te horen van dat ik weer overheen moest, snap je? Dus ging ik gas bijgeven en gelukkig heb ik dat goed kunnen voltooien. Ik vond dat je genoeg lucht had. Ik vond persoonlijk, misschien denk jij van jezelf, hé, het kan beter. Ja. Maar ik vond op het eind van de derde ronde, hij oogde heel... wat suf en jij was nog een beetje aan het bewegen. Was je dat opgevallen? Ja, ik had wel zeg maar door dat hij af en toe zeg maar wou komen, maar dat, ik weet niet, dat iets hem tegenhield. En ja, het kan met verzuring te maken hebben, het kan met lucht te maken hebben, dat weet ik niet. Maar ik had gewoon in mijn hoofd van, ook al ben ik moe, ik moet zeg maar blijven komen. En ja, dat heb ik merendeels gedaan. Wat nu verder? Want hij moet als het goed is een titelgevecht gaan hebben tegen Semelev. Ja. Maar hoe zit dat? Kan je ons meer meenemen in dat verhaal? Ik zeg eerlijk, ik weet ook niet helemaal precies hoe dat zit. Maar ik vind het wel een leuke partij. Volgens mij hebben ze al een keer tegen elkaar gevochten. En ik hoop dat mogen de beste winnen van het. Ik hou me niet zoveel bezig met die titelpartijen. Denk je dat het ook misschien voor jou wel eens tijd wordt om even aan te kloppen bij Andy Semelev? Nou, aankloppen bij Andy Semelev. Ik zeg eerlijk, ik word daar niet warm of koud van. Ik wil niet doen alsof die titel niks voorstelt of zo. Snap je? Het is leuk. Het is een mooie titel, het is een mooie bond, mooie galas. Maar als je ziet dat sommigen hem gewoon een beetje cadeau krijgen, die titelgevechten, dan ga ik niet als een kip zonder kop achter die titelgevechten aanrennen. Want ik wil een titel, ik wil een titel. Ja. Titels happen stof in de kast, snap je? Dus. Wat heb je aan het titel? Stel dat je wint. Ja, tegen wie ga ik hem verdedigen? Ik heb tegen de meeste van die jongens heb ik gevochten. Daar heb ik leuke partijen tegen neergezet, vond ik zelf. Ja, en ik ben jong, snap je? Dus wat moet ik nu al met een titel? Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 21. Zeker weten, maar Semelev is zeker wel een naam. Hij heeft heel veel mensen. Semelev is zeker een goede vechter. Ik heb namelijk ook van hem verloren. Ik vind het een goede vechter, zeker. Maar ja. Ik ga niet hem lopen uitdagen op internet en zo, daar ook niet zo. Als die partij zou komen, zou je het wel zeker wel aannemen. Daar ga ik wel knokken, zeker, ja, waarom niet? Als de mensen daarop staan te wachten, snap je? Kijk, mijn naam wordt niet genoemd, snap je? Dus daar ga ik ook niet, zeg maar, rustig. Ik maak niet geluid. Ja, ik hou me lekker op de achtergrond, ik doe mijn ding, ik probeer mijn wedstrijden te winnen. En dat draait bij mij om, draait bij mij niet om een titelgevecht of om, weet je toch? Volgende persoon, Shaluki. Dat is ook wel een persoon die nog, die toch denk ik wel op je lijstje staat. Ja, op je lijstje. Ik vind of meer. Niet echt dat ik iets tegen hem te bewijzen heb. Ik heb tegen hem een leuke pot gedraaid toen ik 18 of 19 was. En ik vond best wel dat ik aan de winnende hand was. Toen begon mijn oog te branden, zeg maar, door een substantie die in mijn oog zat. Ik vermoed Thaise olie. Want ja, ik
rook het ook zeg maar in mijn gezicht. En ja, toen kreeg ik 8 tellen. Vervolgens ging ik gas bijgeven. En toen vond ik dat ik hem ook 8 tellen probeerde te forceren. Ik ben 8 tellen had geforceerd. Uiteindelijk heb ik het verlies gekregen in Antwerpen. Ja. Bij hem thuis. Dus, weet je, zoals ik al zei, ik ben 21. Misschien kom ik hem nog in de toekomst tegen, maar ik ga niet bij hem aankloppen van hey, ik wil nog een keer jou vechten. Doe mij persoonlijk niks, snap je? Ik heb niet veel te bewijzen dan. Dus bij deze, Shalouki, let op. Ja, niets te bewijzen, maar mocht je komen, dan ben je van harte welkom. Semile, hou je ogen, hou ze open, want vandaag was je aan. Je hebt goed gevochten. Heel, ja man. Ja, ik persoonlijk vond het goed. Ik denk dat je bij Simuleer toch met een heel ander plan bent. Ja, zeker weten, maar ja. Het zware schut komen, denk ik. Ja, zeker weten, maar. Het is goed, zeker. Het zou zeker een mooie pot worden, denk ik. Man. Weet je, ik bedoel, je moet het proberen, toch? Als je komt, moet je geladen komen, toch? Zeker weten, man. Nou, dus als het zeg maar nog eventjes moet wachten, dan wacht ik eventjes. Dan wacht het eventjes. Zou het mogen zijn. Dat is waar. Nee. Niet geschoten staat het mis, toch? Dat is zeker waar. Sowieso, hoe ziet je dag er nog meer uit voor vanavond? Ga je nog wat leuks doen? Gewoon lekker naar huis? Ik denk gewoon lekker rustig met familie. Misschien ga ik nog bij een neef van mij langs. Ja. Omdat hij kon helaas niet komen, dus ga ik kijken. Ontspannen. Een beetje ontspannen. Voelt je lekker? Jawel. Tevreden? Zeker. Wat voor cijfer geef je zelf? Vandaag? Ik zeg eerlijk, ik ben wel een beetje aan de kritische kant, maar... Een zesje. Ik vind het leuk dat ik gevochten heb, ik voel me blij, gelukkig heb ik gewonnen. Gelukkig is iedereen een beetje blij kunnen maken. En, ja. En voor de rest is het gewoon, weet je toch? Normaal. Geen probleem, man. Dankjewel voor je tijd. Jij ook bedankt, man. Volg allemaal Fight Press. Like, deel, abonneer. Dankjewel, man. Wie wil jij nog bedanken? Ik wil iedereen bedanken die is komen kijken. Sponsors? Ik wil de mensen bedanken die thuis komen zijn. PC Tronic is ook overigens sponsor van Mohamed Charaya en Roda JC Kerkrade. Ik wil VIP Roermond, Dutch Lounge Heerlen bedanken. Mijn neef Faisal. Ik wil Atel Ahmed bedanken. Ik wil Kal Company Heerlen bedanken. Ben ik iemand vergeten? Ja, ik wil Mai Tai Wok Rotterdam, de lekkerste wok van heel Rotterdam in de Zwartjaanstraat wil ik bedanken. En ik wil Fusion bedanken natuurlijk. Mijn trainers, mijn hoek, iedereen. Ring Fight Promotions. En ik wil Regilio bedanken voor de mooie pot. Hij heeft karakter getoond. En toch, volgende keer misschien verlies ik van hem, wint hij van mij. Snap je, het was kille. Dat was een goede vecht. En ik wil Nordin bedanken, de beste scheids die er bestaat. Kom maar Nordin, kom erin. En dat meen ik oprecht, ik vind hem echt een goede scheids. Veel mensen hebben misschien een mening over hem, of dit of dat, maar ze moeten die schone, lichte kant van hem zien. En dan geloof me, dan ga je zien wat voor goede fan dat is. Dankjewel man. Gaan we overnemen? De man met de gouden hart binnen heel deze vechtsportwereld in Nederland. Nordin, hoe voelt het om terug te zijn? Goed, aan de ene kant. Aan de ene kant toch een smetje. Maar we hebben dingen gedaan. En we hebben ervan geleerd. En ik denk dat wel het leven staat in ontwikkeling. En teken van ontwikkeling. En ook hierin zijn we gegroeid. En hierin hebben we geleerd. En het voelt goed om weer terug te zijn. Mooi zo. Ik heb je een paar partijen zien scheidsrechten. Alsof je nooit bent weg geweest. Ik hou van de flair. Hoe snel je er ook bij bent om tegenstanders uit elkaar te halen. Op scherp. We hebben je gemist. We willen je eigenlijk in principe ook niet meer zien gaan. Ja, echt waar. Ja, dus ik doe mijn ding. Kijk, in de ring is heel belangrijk. Ik denk aan één ding, dat is veiligheid. Veiligheid van de vechters gaan voorop, want ik wil dat ze weer maandag op naar hun werk gaan of naar hun school, gezond, weet je. Dat is voor mij belangrijk. En ik zie in de ring alleen blauwe of rode handschoenen. Mm-hmm. Ja, en that's it eigenlijk. En ik hou van het spelletje. En het is mijn hobby. En ik doe het met passie en liefde. En ik denk, al die elementen, ja, als je die mixt met elkaar krijgt, een mooi gerecht. En dat ben ik, denk ik, in de ring. Zeker. Ja. Ik zeg het nog een keer, hart van goud. Dankjewel, man. Dankjewel. Nordin, dankjewel. Jij ook bedankt, bro.